Accountant.nl heb je de afgelopen weken maar liefst negen columns kunnen lezen. Van Nart, naar het Goedemiddag, ja, dat was mijn praatje naar jou ja, toe. Ja, je, je stond al netjes klaar. Ik dacht dat je nog over andere mensen aan het praten was. Nee, maar je het, had het al over. Me. Het ging al over jou, Nart. Um, de kijkers op de livestream gaan niet mee naar jou, maar liefst twee sessies over kunstmatige intelligentie. Dus we gaan, terwijl ze een lekker broodje eten, proberen even de kernideeën te vangen. Nart, nou, eerste sessie gaat over. Kunstmatige intelligentie in de audit, waar blijft de revolutie? Kun je die vraag eens toelichten? Ja, je wil eigenlijk dat ik een, een, de discussie die nog moet gaan plaatsen van een uur lang, dat ik die nu in één minuut samenvat. Nou, of dat op zijn minst als, als redacteur, redelijk, redelijk als redacteur en columnist, dat je even zegt: wat is nou ja. mijn kernvraag die ik boven water wil krijgen? Ja, ja, ja. Nou, dan gaat het denk ik iets breder dan, uh, dan alleen maar AI. Dan gaat het over de rol van technologie. Hè? Uh, de rol van technologie in het vak is natuurlijk, daar wordt al. Heel lang over gesproken. Er wordt zelfs bijna op. Ja, je zou haast zeggen. Soms een religieuze debatten wordt, wordt daarover gesproken. Van zijn we daar nou wel of niet goed mee bezig? Ja, de vraag die we nu met rondom AI. Denk ik ook weer op moeten roepen. Is van ja, wat, wat, wat kunnen we met AI? En, en ja, moeten we. Binnen welke kaders kunnen wij. Zeg maar zorgen dat we het wel op een verantwoorde manier gaan gebruiken? Die vraag is denk ik straks aan de orde. Ja. AI, kunstmatige intelligentie, is een grote term. In jouw eerste deelsessie zo meteen. Ja. Welke Toepassingen hebben we het dan over. Ja, nou, ik denk dat het sowieso goed is om twee dingen te onderscheiden. En dat, dat, dat zie je ook een beetje terug in de, in de twee sessies eigenlijk. Um, ik, het afgelopen jaar is, is AI ontploft als gevolg van wat ik dan maar de killer app noem, ChatGPT en, en, en de broertjes en zusjes daarvan. Dat is eigenlijk de eenvoudige variant, dat is de eenvoudigste smaak die we hebben, dat is, ja, um, is waar iedereen mee kan spelen. Zeg maar. Dat is één. Um, daarvan vind ik persoonlijk dat het nog, eigenlijk nog niet zo. Heel erg veel kan en dat er echt nog wel risico's in zitten. Maar dat is nou... wel, wel, interessante bijzin. Wat vind je de grootste beperking dan? Want dit is ook de plek waar de meeste kijkers voor het eerst wellicht met AI en aanraking komen. Dat het eigenlijk alleen maar statistiek is en dat het heel weinig met intelligentie te maken heeft. Interessant. Ja, we gaan daar niet helemaal de diepte in, maar je zegt het kan nog niet zoveel. Welke toepassing is relevanter voor de accountancy? Nou ja, dan kom je dus op de, eigenlijk op, de, op, de, op het tweede vlak van, um, uh, uh, van AI. Kijk, je hebt dus de Large Language Models. En, en wat in ontwikkeling is nog, waar we nog, nog lang niet zijn, is ook de, de, de gener, artificial, general, artificial General Intelligence. Dat is lastig als je het allemaal achter elkaar moet uitspreken zo. Daar zit intelligentie in. Daar zit redeneervermogen in. Dan wordt het heel interessant opeens, om, ja, om bijvoorbeeld om controlebewijs uh, te gaan gebruiken, om, om, ja, om, om organisaties of om bestanden uh, te controleren. Daar zijn accountants al langer mee bezig. Uh, specialistische afdeling van. Dat, dat, dat is niet. Weet je, dat staat eigenlijk een beetje los van wat we met die large language models de afgelopen jaar tot een enorme hype hebben zien komen. Dat speelt al wat langere tijd. Daar wordt onderhuids aan gebouwd en daar zien we alleen nog niet zo heel veel van. En dan komen we dus bij die tegenstelling. Ik hoor jou zeggen, we hebben het hier al jaren over. Vorige Dag vier jaar geleden ging het er ook al over. Die daarvoor volgens mij ook in 2018. Dan schrijf je als titel voor je sessie: Waar blijft de revolutie? Kan je ze een voorzet geven? Wat werpt er tegen? Is het puur die behoudendheid waar de kwartiermakers ons zo mee om de oren slaan? Of is er iets anders aan de hand? Ja, ik vind het te gemakkelijk om te zeggen dat, dat het behoudendheid is, want dan, dan, dan ben je eigenlijk als het ware het beroep een beetje aan het disqualificeren van, um, ja, jullie zijn niet innovatief genoeg. Je hebt uh, blijkbaar net niet in de plenaire zaal gezeten, maar dat is wat de kwartiermakers ons nog een keer om de oren wrijven. W wat, wat vrij bijzonder? Nou, vrij gener generalistisch dat het beroep zich niet genoeg wil vernieuwen en te behoudend is. Ja, ja nou ja, als het. Dan, dan het vernieuwt het natuurlijk heel veel aspecten. En dit stuk technologie is er daar maar één van. Dus ik heb het alleen maar over, over de inzet van technologie dan uh, daarbij. Kijk, er is wel. Als je, als, je, als je toch even naar die large language models, je ziet, iedereen is natuurlijk nu aan het ontdekken van hoe kan ik die large language models gewoon in mijn dagelijks werk gebruiken om slimmer, sneller. Nou ja, je kent het allemaal wel. Maar er is wel één verschil tussen de gemiddelde adviseur en de gemiddeld accountant, is dat een accountant wel een gereguleerd beroep is. Dat betekent gewoon dat er eisen aan worden gesteld. Dus dat, dat ja, dat, dat, zeker bij een nog heel verse nieuwe technologie, moet je dus wel op een heel zorgvuldige manier kijken, van doet. Het tool doet de AI wel wat het zou moeten doen. Dus ik begrijp wel dat er een zekere uh, terughoudendheid is. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat we soms wel wat brutaler mogen zijn. Eigenlijk en, en toch maar gewoon um, ja, moeten, gaan, moet, moeten gaan experimenteren. En dan misschien ontdekken met vallen en opstand dat het af en toe niet goed gaat. Maar dat experiment wel aandurven gaan. Helder. Dus we zoeken voorbeelden van mensen die het al doen. Jij bent de redacteur van deze twee sessies. De rol van een redacteur is om je, je sprekers, je experts, te selecteren en uit te nodigen. Ja. Een van de sprekers in jouw sessie is Lauren van Garderen. Ja. Waarom heb je hem op het podium gevraagd? Omdat hij, denk ik... Hij zit hier achter mij, denk ik. Ja, nee, dat was mijn bruggetje. Oh. Dan kon ik zo naar hem toe lopen, natuurlijk. Ja, maar ik, ik ga er dus zo over hem praten... terwijl hij mij ja, hoort. Ja, ja, leuk, hè? Nou, ik heb, ik heb uh, hem... en overigens ook zijn collega's... bij zijn kantoor... Um, uh, Johnson John Spice. Um, zij, zij, zij zijn voortdurend aan het experimenteren. En uh, dan zal vast ook niet altijd alles goed gaan. Maar, maar zij durven dat experiment wel aan te gaan. En daarom vind ik het interessant om te horen van... ja. Hoe ga je dat experiment dan aan en wat, wat voor randvoorwaarden creëer je om te zorgen dat je, ja, dat je niet de bietenbrug opgaat? Dat, je, ja, ja, dat het niet fout gaat, zeg maar. Dus, dus ja, ik, ik juich toe hoe zij, hoe zij, hoe, dat zij met lef aan de weg aan het timmeren zijn. Precies. Dus Lauren is hier als kampioen van het experiment. Nou, het leuk breukje. Ja. Hij zit toevallig ja. achter je. Ja. Je hebt het al verraden, misschien had je hem al gezien. Laten we eens even met hem doorpraten. Nou, dankjewel. Veel plezier ja, met de sessie.